Beste mensen, familie, vrienden. In deze kerkdienst danken wij God voor het leven van de heer Piet Verhoeven, geboren 10 augustus 1940, overleden op zijn verjaardag 10 augustus 2023. Hij is dus vorige week donderdag overleden in de leeftijd van 83 jaar. Laten we een moment stilte nemen en ons voorbereiden op deze afscheiddienst. Vervolgens zal ik de zegenbede uitspreken. En wij spreken ons vertrouwen uit naar de Heer onze God met de woorden: onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Ik lees je de rouwkaart voor van Piet Verhoeven, waar onder andere staat: na enkele jaren van langzaam afnemende krachten, maar nog volop genietend van het leven, ben je ons toch nog plotseling ontvallen. Pieter Verhoeven. Ik vraag de twee kleinkinderen Kate en Colin naar voren te komen om de kaarsjes aan te steken namens de 6 kleinkinderen. Licht van paaskaas. Ga maar daarheen. De liederen in de liturgie zijn gekozen door Rieneke, die met Piet hierover ook besproken heeft en ook weet wat Piet mooi vindt. Dus de hele liturgie is eigenlijk ademt de karakter ook en zijn gedachten over het geloof, over elkaar uit. Wij zingen nu lied 146c. Alles wat adem heeft, love de Heere, couplet 1 en 4. Thank you.
We hebben even gewisseld, de kazen zijn nu al aan. Dat is prima zo. Laten wij God bidden om ontferming. Aansluitend zingen we dan lied 51b en daarna de In Memoriams. God van vrede en liefde. Wij zijn hier om het leven van Piet Verhoeven te gedenken voor uw aangezicht. Wij danken u voor de jaren die u hem gegeven hebt. Maar er is ook verdriet om het heen gaan van Piet. Helpen ieder om de pijn van dit verlies te verwerken. En we bidden ook voor anderen die hun dierbaren hebben verloren. Door hier samen te zijn kan dit gemis weer naar boven komen. Ontferm u ook over hen. Heer onze God, u kent ons zoals wij hier zijn. Niets blijft verborgen voor uw aangezicht. Wij vragen u vergeving voor al het verkeerde tussen u en ons en bidden om uw ontferming. Wil zo vandaag bij ons zijn. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Laten we... Vraag de kinderen Lianne, Arjen en Robin Verhoeven naar voren te komen voor de In Memoriams en daarna Gerard Verhoeven. Mag hier gaan staan. Was eens een liefhebbende man, een grappige en soms strenge vader, een geweldige opa. Een trotse paterfamilias, een stille genieter. Er was eens een gedreven logistiek manager. Een begaafd klusser, een overstemmende bas, een humoristische clown, een zelfgekroonde chefkok. Die man was onze vader. Een man die zich nooit van de wijs liet brengen, ook niet door ma. Die altijd de oorzaak van een probleem moest vinden, soms tot zijn eigen frustratie aan toe. Die met ons en de caravan heel Europa bedwong, die altijd wilde genieten van kinderen, kleinkinderen en familie, die altijd klaar stond om te helpen, een sterke man met ma als steun en toeverlaat, een man die nooit opgaf, zelfs niet toen zijn lichaam het wel deed. Er zijn nu gevoelens van rouw, maar ook van dankbaarheid. Je lichaam
gaf het op, maar het is je erger bespaard gebleven. We kunnen je niet meer bezoeken, maar je zit voor altijd in ons hart. We hebben nu nog persoonlijke herinneringen, zoals klussen aan de mini, meerijden met de oldtimertocht, waar die altijd iedereen leek te kennen. Kerstidees met altijd te veel eten. Samen vuurtjes stoken op vakantie met nat hout. En samen Formule 1 kijken. Er is nu het moment van afscheid. We houden van je pa. En we zullen je ongelooflijk missen. Oh ja, pa, je krijgt de groeten van de jongens. Mijn broer Piet was de jongste van drie broers in het gezin van Jaap Verhoeven en Maria van der Linden. We woonden bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam, maar wegens verder oorlogsgevaar vond onze moeder Maria het onderdak bij haar zusters in Zwijndrecht. Onze moeder was in verwachting. En Piet zag in augustus 1940 het levenslicht in Zwijndrecht. Onze moeder hoopte na twee jongens vurig op een meisje en riep toen ze de boordeling zag, teleurgesteld, o, alweer een jongen. Piet werd in genade aangenomen en ontwikkelde zich tot een vrolijke jongeling die in Zwijndrecht, waarheen we inmiddels verhuisd waren, enthousiast deelnam aan jeugdactiviteiten zoals de muziekgroep De Boemerangs, waar hij als begenadigd drummer lokale bekendheid genoot. Zijn opleiding tot automonteur leidde niet tot een carrière in die branche, maar zijn ontwikkelingen in de maatschappij logen er niet om. Zo werkte hij eerst bij een houthandel in Zwijndrecht om vervolgens als bedrijfsleider te belanden in de wereld van stalen buizen. Eerst bij een bedrijf in de buurt van Os en daarna in Vianen bij Comulex Buizen, alwaar ik zelf ook werkzaam was. Gedurende de vele jaren die ik met hem mocht samenwerken, heb ik hem leren kennen en waarderen als een zeer deskundige en sympathieke medewerker die bijzonder goed met zijn mensen omging en kon omgaan. Het bedrijf heeft veel aan hem te danken. Na zijn pensionering bleven Piet en Rineke in Vianen wonen, alwaar we elkaar met regelmaat bezochten en waar ze zich verdienstelijk maakten, met name in het kerkenwerk. De laatste jaren wipte ik, indien ik tijdens een fietstochtje door Vianen in de buurt was, nogal eens bij Piet en Rineke binnen. Er was altijd wel iets lekkers onder de kurk. Helaas liep zijn gezondheid de laatste tijd flink terug, maar hij liet dat niet zo merken. Zijn plotseling overlijden kwam voor ons dan ook als een donderslag bij heldere hemel. Ik zal aan mijn broer Piet met dankbaarheid blijven denken, als trouwe en deskundige collega en dierbare broeder. Rineke, kinderen en kleinkinderen, we wensen jullie alle sterkte toe bij het verwerken
van dit grote verlies. Voor de mensen die livestream meekijken, de tekst van dit lied luidde als volgt. Rust en vrede, mensenkind, Gods licht voor jou. Welkom thuis in de hand van de levende God, ons altijd nabij. Wij gaan zo over tot de schriftlezing. Een stukje toelichting bij de lezing. Het is Exodus 33, daarin staat een vers dat ook de trouwtekst van Piet en Rieneke was. Hè? Exodus 33, vers 15, dat was jullie trouwtekst 55 jaar geleden. En dit moment wat we dan lezen, vers 11 tot 17, dat gaat eigenlijk over een bijzonder moment tussen God en Mozes. En eigenlijk een bijzonder intiem en ook een persoonlijk gesprek waar wij over gaan lezen. Voordat we dat doen, laten we bidden om hulp van de Heilige Geest om de Bijbeltekst wat beter te kunnen begrijpen. Heer onze God, als wij zometeen met elkaar uw woord overdenken, wilt u dan ons helpen om te begrijpen wat er staat? Wilt u ons uw Heilige Geest sturen en ons hart openen, ons verstand verlichten? Wij danken u dat u ons woorden gegeven hebt om op deze wijze ook een stukje van u te mogen merken, ervaren, overdenken. Toon ons uw liefde. En leer ons uw wil te begrijpen. Wees met uw geest in ons midden en zegen ons met uw inzicht. Wilt u rust scheppen in ons hoofd, in ons hart, zodat we ons op u kunnen focussen. En wij bidden dat we ook daders worden van uw woord en niet alleen maar hoorders of sprekers. Zo bidden wij u door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Exodus 33, vers 11 tot 17. De Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals iemand spreekt met een vriend. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp, maar zijn jonge dienaar Joshua, de zoon van Nun, verliet de tent niet. Mozes zei tegen de Heer:
U draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen, terwijl u toch gezegd hebt, jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind. Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn. De Heer antwoordde, moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen? Mozes zei, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen. De Heer zei tegen Mozes, ik verzeker je dat ik zou doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen. Tot zover de lezing. Zalig jullie die het woord van God horen, bewaren in je hart en ernaar leven. Lof zij de Heer. Na de overdenking zingen we Hemelhoog 460, Ik zal er zijn, couplet 1 en 4. Lieve Rieneke, kinderen en kleinkinderen, Gerard, verdere familie, vrienden, kennissen, gemeente voor onze Heer Jezus Christus, het voelt zo onwerkelijk dat jullie geliefde Piet er niet meer is. Alles herinnert nog aan hem. Je ziet nog zo voor je hoe hij thuis in zijn eigen stoel zit, stilletjes alles aanhorend. Maar vroeger was Piet niet zo stil. Eerder iemand die van gezellige feestjes hield. En wat kon hij goed met zijn handen overweg? Als je iets nodig had, een kastje, een kaptafel, hij maakte het gewoon voor je. En als lid van de commissie van beheer was hij ook toen een aanwinst voor de kerk. Wij hoorden het al, Piet was echt een familieman. Een soort pater familias. Hij zeurde bijna nooit, zeiden jullie. Lief, gedreven en grappig, soms een beetje streng. Maar de laatste tijd merkten jullie al
dat hij steeds stiller werd. Zou hij misschien van binnen zich aan het voorbereiden zijn op dit onvermijdelijk moment? Het moment van jullie moeten loslaten, maar dat hij toch jullie gerust wil stellen. Op de rouwkaart staat een citaat van Toon Hermans dat eindigt met: ik zou dichter bij je zijn dan ooit. Ik zou dichter bij je zijn dan ooit. Personen waar je mee bent vergroeid, opgegroeid, die wil je niet kwijtraken. Maar de dood brengt genadeloze scheiding. Je moet nu verder zonder die ene die altijd vanzelfsprekend er was. Dat voelt onwerkelijk en ondraaglijk. Een maand geleden waren jullie nog 55 jaar getrouwd. Jaren van vreugde, van samen zorgen delen, van elkaar vasthouden. En jaren waarbij God jullie vasthield. Jullie trouwtekst spreekt boekdelen. Exodus 33, vers 15, waar Mozes tegen God zei: als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Wat een woorden, hè? Als u, God, niet zelf met ons meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Wat een gedurfde uitspraak van Mozes. Waarom stelde hij deze voorwaarden aan de Heere God? Omdat Mozes met eigen ogen heeft gezien hoe situaties en mensen onvoorspelbaar kunnen worden. De Israëlieten werden destijds door God bevrijd uit de slavernij. God had hen beloofd dat zij als vrije mensen in een nieuw land kunnen gaan wonen. Maar onderweg ernaartoe gebeurde er van alles. En Mozes zag hoe de Israëlieten op een gegeven moment een gouden kalf maakten waar zij voor bogen. Een soort afgod. Kortom, er hoefde maar iets te gebeuren of de mensen gaan zelf een god maken. Stil op God wachten, dat geduld hadden ze niet. Deze Heer had hen al zo vaak uit de problemen bevrijd. Maar zoals altijd, mensen vergeten snel. En met die kennis en ervaring wist Mozes: als God zelf niet met ons meegaat, dan heeft verder reizen geen zin. Want het volk belandt van het ene zinkgat in het andere. Zonder God wordt het een zinloze expeditie. Een huwelijk lijkt soms ook op een expeditie. Je weet niet hoe de jaren zullen lopen. Je hoopt dat het samen wel gaat lukken, maar niemand kan je die garanties geven voor de toekomst. En toch, als de Heer van hemel en aarde met je meegaat en jullie vasthoudt, dan wordt de expeditie al anders. Niet dat het daarna alleen maar halleluja zal zijn. Ook dan zullen er tegenslagen zijn vanwege de gebrokenheid in deze wereld. Tegelijk sta je niet meer alleen voor. Er is iemand die jou echt begrijpt, die jou vasthoudt en kracht geeft. Soms wil de wereld alleen in een God geloven als hij voldoet aan onze verwachtingen. Als God kan bewijzen dat hij echt bestaat,
als hij alle problemen in de wereld even kan fixen. Als hij dit doet, als hij dat kan, ja, dan misschien. Daarom is het opvallend dat Mozes niet aan God vraagt: als u ons niet zegent, als u ons niet gezond houdt, als u ons niet rijk en machtig maakt, laat ons dan maar niet verder trekken. Laat uw voorspoed toch met ons zijn, zodat anderen kunnen zien dat ons geloof echt is. Anders gaan we niet verder. Dit alles vraagt Mozes niet van God. Het enige wat hij vraagt is dat God zelf meegaat. Het gaat hem niet om wat God kan opleveren, maar om God zelf. Dit is ware vriendschap, als de aanwezigheid van de ander al voldoende is. En zoals God met Mozes omgaat, dat is uniek. Niet eerder ging God op deze manier met de mens om. Er staat zelfs aan het begin: de Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals iemand spreekt met een vriend. God ging met Mozes om als een vriend. En het is God die het initiatief neemt tot deze vriendschap. God zei meerdere keren tegen Mozes: jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind. God was Mozes goedgezind en heel genadig. Maar Mozes zag dit niet als een vrijbrief om Gods vriendschap voor lief te nemen, om vrijpostig met God om te gaan. Want hij was zich zeer goed bewust van Gods heiligheid. Hij had te veel eerbied voor God om deze vriendschap als normaal te beschouwen. Tegelijk verlangde ook Mozes naar een persoonlijke God. Iemand die dichter bij hem zal zijn dan ooit. In de woorden van Toon Hermans. Verlangen naar iemand die dichter bij je zal zijn dan ooit en je nooit loslaat. Verlangen naar vriendschap, goedgezindheid, genadig zijn, gekend zijn door de ander. Zulke eigenschappen, zulke verlangens zijn voor ons niet heel vreemd. Het geloof in deze God hoeft dan ook niet ingewikkeld te zijn. Dat besefte Piet ook heel goed. Rieneke denkt graag diep na over het geloof. En Piet denkt ook wel graag na, maar hij is vooral ook een doener. Met zijn handen bezig zijn, iets klussen. En voor Piet is het Onze Vader gebed al voldoende. Want dit gebed bevat alles wat voor hem belangrijk is in het geloof. En de woorden in dit gebed verbindt hen met zijn Heer. Dit gebed gaf Jezus ook aan zijn volgelingen als teken van zijn vriendschap. Maar deze vriendschap heeft God alles gekost. Het kostte het leven van Gods enige geboren zoon, Christus Jezus. Jezus die zijn leven gaf voor ons, voor u, voor jou. Zijn liefde en zijn vriendschap ging ver, heel ver. Maar zelfs zijn sterven aan het kruis kon hem er niet van weerhouden, want op de derde dag verscheen hij weer levend
voor zijn vrienden. De opgestane Christus laat zijn volgelingen niet alleen. En nog steeds trekt hij op met zijn volk. Hij houdt zijn kerk vast door alle eeuwen heen. En jullie houden elkaar vast in voor- en tegenspoed, met of zonder Piet. Jullie houden elkaar vast. En God houdt jullie vast. Hij zal zeker dichter bij je zijn dan ooit, Rieneke. Want zijn naam is, ik ben en ik zal er zijn. Amen. Wij gaan God danken en voorbeden doen. Aansluitend zingen we staande lied 769, couplet 1, 3 en 6, eens als de bazuinen klinken. Ik herinner u even aan, als u straks de kerk uitloopt, om uw liturgieboekje mee te nemen, want u heeft het weer nodig op de begraafplaats. Daar eindigen we de dienst met het Onze Vader gebed. Laten we bidden. Almachtige en barmhartige God, liefdevol en rechtvaardig, wij komen tot u als mensen die treuren, maar ook als mensen met hoop in de opstanding tot uw eeuwige heerlijkheid. Wij danken u, God, voor het leven van Piet die wij vandaag gedenken voor uw aangezicht. Wij danken u voor alle goede gaven waarmee u hem hebt gezegend. Dank u voor alles wat wij in hem van u ontvingen. Dank u voor zijn liefdevolle zorg, vreugde en aandacht. Laat de hoop en vreugde
en liefde die hij toonde niet verloren gaan bij ons. Laat zijn dienstbaarheid tot ons blijven spreken. En wij bidden u ook voor ieder die hem missen zal. Geef dat zij in tijden van verdriet en wanhoop troost en steun mogen ervaren van u en van elkaar. Dat er ook ruimte komt voor vertrouwen en voor vrede. Wij bidden dat ondanks de droefheid uw vreugde sterker zal zijn. Dat ondanks de rouw uw liefde overwint. Troost ons door uw genade en richt ons op door de kracht van uw geest. Wees ook met allen die moeten leven met een lege plaats aan hun zijde. Wij bidden voor hen die hier vandaag weer herinnerd worden aan wat hen overkwam. Mogen hun verdriet rijpen tot aanvaarding. En wij bidden u voor wie op dit moment de dood onder ogen moeten zien, hun eigen dood of die van hun dierbaren. Mogen ook zij uw liefde en nabijheid ervaren. Zo bidden wij u door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Desiree, de uitvaartleider, naar voren te komen. Ja. We zijn aan het einde gekomen van deze afscheidsdienst van Piet Verhoeven, jullie aller Piet. Ik zou u zo willen uitnodigen tijdens het laatste lied, het Wolga-lied, de kerk te verlaten, om vervolgens buiten een mooie erehaag voor Piet te maken. En mijn collega Ember zal u daarbij helpen. Rieneke, de kinderen en de kleinkinderen zullen Piet begeleiden naar het kerkplein. En als de kist van Piet op de loopkoets staat, zullen we lopend vertrekken naar de begraafplaats. Ondertussen zal u de kerkklokken horen luiden. En wat nou zo bijzonder is, de kleinzoon van Piet, Colin, zal samen met zijn mama Malou gaan kijken hoe dat nou precies gaat. Bij die klokken. Hij heeft er al helemaal zin in de hele tijd. Ja? En dat zal Colin zich vast heel lang blijven herinneren, dit speciale moment. Ondertussen gaan wij alvast lopen richting de begraafplaats met het gezin. En Colin en Malou zullen zich daarna gelijk weer aansluiten. U mag uiteraard ons lopend volgen. Maar bent u met de fiets of met de auto, rijdt u gewoon rustig richting de Sparredreef. We wachten daar op elkaar achter het uitvaarthuis bij het grote hek. Dank u wel.